sta hier met kerstvers middleweight SSC kampioen Maarten Wouters. In Nederland zeggen we 3 maanden scheepsrecht, in België zeggen ze 2 maanden scheepsrecht. Goeie partij, sterke tegenstander Tony van Dijk, real naked choke. Ja, je verhaal? Ja, was inderdaad een sterke jongen. Hard moeten vechten. Ik voelde in het begin, ik had een armblessure opgelopen nog de laatste week. Ik kon niet strekken of niet plooien. Het ging een beetje, maar ik voelde direct mijn energie was leeg en hij was sterk. Van zodra ik tegen de kooi tegen hem aan zat, ik kreeg hem moeilijk tegen de grond, want hij zette zijn frame goed. Echt sterke jongen, hard moeten knokken. Op een gegeven moment, tweede ronde, dacht ik even, ik ga de onderspit moeten delven. Ik zag aan hem dat hij ook moe was en dat gaf mij net die energieboost om verder te gaan. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik die submission ging halen. Maar ik heb een beetje opgezocht en ik weet dat hij heel moeilijk te finishen is. Hij is zo'n jong, hij geeft niet op. Hij komt echt, je moet hem vermoorden om hem neer te krijgen. Dus ik ben wel blij natuurlijk met de overwinning. Ja, mooie overwinning denk ik. Middleweight, je bent de gewichtsklasse omhoog gegaan. Heeft dat een bepaalde reden? Nee, ik kende Tony van voorheen eigenlijk al. Hij heeft ooit eens tegen Dimi van bij ons gevochten. Ja. En we hebben wel redelijk met elkaar gebabbeld. En heel vriendelijk kerel, kom ik goed overeen met hem. Grappige jongen. En hij stuurde mij, toen Benny zijn vorige gala de quest hier was, hij stuurde mij of ik nog vocht. Ik zeg, ja, natuurlijk vind ik nog. Ik wil bij Benny terug beginnen. En toen zei hij van, zullen we anders tegen elkaar knokken? De min 84 titel is vrij. Want ik denk, hij heeft nu een tijdje als personal trainer aan het werk. En daardoor is hij ook wat breder. Hij is ook een grote jongen. Want hij heeft vroeger, dacht ik, ook op 77 gevochten. Ja. Maar omdat hij nu wat breder staat, was het misschien wat moeilijker om de kut. En omdat je jaren niet meer gevochten hebt. Ja, je weet hoe dat is. Je hebt kans. Je eet iets te veel, je zuipt iets te veel. Dat staat ook uit, hè. En dus 84 was... Ik vond een goede middenweg om te beginnen terug. Maar ik merk wel, 84 is eigenlijk niet mijn gewichtsklasse. Jongens zijn te sterk voor mij, te groot. Vandaag heb ik natuurlijk de overhand kunnen nemen, maar ja, andere keren voel ik wel dat ik eigenlijk de 77 thuis hoor. Dus voor de toekomst misschien terug naar 77. Oké, want ja, je hebt hier al eens eerder voor de 77 gevochten. Ik weet, drie of vier jaar geleden had je Dutri heb je van gewonnen toen. Ja, toen heb ik 77 gewonnen. Dus je hebt 2 keer, heb je nu een belt hier. Ja. Dus volgend jaar wat je zegt, niet middleweight, maar wil je eigenlijk gewoon weer op je welterweight gaan. Ja, daar wil ik terug in de toekomst. Nu, ik sta altijd open voor 84 kilo te vechten. Ja. Ik vecht graag, mij maakt het gewicht eigenlijk niet zoveel uit. We zien wel wat er op ons afkomt. Ja, we hebben jou natuurlijk ook bij Cage Warriors gezien onder meer. En hoe zie je je toekomst voor je? Wil je volgend jaar je titel hier komen verdedigen? Want ja, je wil eigenlijk naar welterweight, maar welterweight sta je ook voor open. Ja. Of wil je nog wil je ook andere organisaties wel staan? Wat is eigenlijk toe je toekomst? Ik heb eigenlijk momenteel niet echt zoiets van dit en dit wil ik nog bereiken. Ik vecht omdat ik het heel graag doe. Het is nooit mijn bedoeling geweest eigenlijk om groot in de sport te worden. Want ik ben eigenlijk begonnen met het gedacht van wedstrijden, dat ga ik nooit doen. Ik ga recreatief blijven, op het gemak, rustig. Ik ben geen agressief persoon die mensen in elkaar wil meppen of slaag wil krijgen. Voor mij mag het allemaal rustig, op het gemak zijn. Maar één keer begonnen, ben ik een beetje eraan verslaafd geraakt, om het zo te zeggen. En nu... Ik vecht omdat ik het graag doe. Komen er kansen, neem ik ze. Ga ik er natuurlijk ook 100% voor. Maar we zullen zien wat de toekomst brengt. Gewoon stap voor stap, wedstrijd per wedstrijd. Zullen we wel zien. Ja, MMA 141 Hassel is een graag geziene gast hier. Kom altijd om te vechten. Neem ook meestal titels mee naar huis. Ik wil je van harte feliciteren met je titelwinst. En als je nog shout-outs hebt of wat dan ook, pak je een moment in de camera. Hoe? Zeg dan nog eens alsjeblieft. Als je nog shout-outs hebt of wat dan ook, pak je een moment in de camera. Niet echt. Bedankt voor te kijken, iedereen zeker. We zullen elkaar nog wel zien allemaal. Je ziet mij nog wel verschijnen hier en daar.